Hey, dag Michael. Dag Erika. Ik ben er klaar voor, hè? Super. Ik heb het gevoel dat ik nu nog niks over koffie weet, maar dat ik daar binnenkort alles over ga weten. Ik ga nu een volledige koffiekenner maken. Zullen we eraan beginnen, ja, hè? Voilà, 22 variëteiten in ons vastgamma. Een soort wall of fame. Zeker en vast. Ja, voor elk moment van de dag. Afhankelijk van uw smaakprofiel, de zin die je hebt, hebben we een andere koffie. We hebben ook 3 verschillende soorten maten. Ristretto, espresso en lungo. Ja, en welke is het die George Clooney altijd drinkt? Is dat de ristretto? Hij drinkt altijd de espresso. Ah, hij drinkt altijd de espresso. Een ristretto is 25 milliliter, espresso 40 en lungo 110. Zeg, en er is ook nog een speciale lijn dan? Dat klopt. Een exclusieve lijn noemen wij de Pure Origines. Waarom is die exclusief? Omdat die koffiebonen van hetzelfde land komen. Normaal in een koffieblend is het afkomstig van verschillende landen en zo wordt de smaak gecreëerd. Ah, ja. Al onze koffie wordt verpakt in aluminium capsules, omdat de grootste vijanden licht, lucht en vocht zijn. Dan kan je ruiken hoe vers hij daadwerkelijk wel is. Oh, zalig, hè? Fantastisch. Oh. Zoals iedere keer een vers pak koffie open doen eigenlijk. Hè? Dan gaan we beginnen bij een espresso. Als je van deze drinkt, zal je een heel evenwichtig en graanachtig profiel gaan proeven. In mensentaal wil dat zeggen dat je niet overdreven zuur, bitter, met een mooie balans in de mond zal gaan geven. Nou ja. Dan ga ik je nu een fruitachtig, bloemachtig profiel laten proberen. Nou, helemaal anders alleszins. Helemaal anders. Ja. En dan... De bom. Ja, de bom. Intens gebrand. Mensen die echt houden van heel intense smaken. Ja, inderdaad. Dat komt aan. Ja. Het proeven, dat is iets wat echt geoefend moet worden, denk ik. Er komt ook heel veel bij kijken. Dus daar leg ik u een van de volgende keren uit.